amino's. Hoi, ik ben Elke van Veganistisch Koken en vandaag ga ik het hebben over coconut amino's of cocoamino's. Het is eigenlijk een vervanger van sojasaus. En sojasaus ken je voornamelijk van het gebruik in Aziatische gerechten. Deze hebben we hier bijvoorbeeld, dat is de tamari van Lima. Dat is de glutenvrije variant, die gebruiken wij meestal. En die kan je dus vervangen door deze coconut amino's. Deze is op basis van de nectar van de kokosbloesem en een beetje zeezout dat daarbij gebruikt wordt. Die is veganistisch en ja, we hebben hier ook de biologische variant. Wij kiezen meestal voor biologisch. En het verschil tussen deze twee is dat deze kunnen mensen die allergisch zijn voor soja of geen soja willen eten of wat minder soja willen gaan eten, kunnen deze ook gebruiken. Laten we eens gaan proeven. Zo. En laten we deze meteen ook open doen. Kunnen we vergelijken. Ik heb hier twee lepels liggen. Ik heb hier de twee lepels. Het ruikt eigenlijk verbazend vrij identiek. De sojasaus is ietsje straffer van smaak. De tamari is ook ietsjes donkerder van kleur. Die gaan we eens proeven, hè. Vrij zoet van smaak. Ja, dat is de tamari. Ken ik eigenlijk al lang. Die gebruiken we ook al lang. Dus ja, er zit toch wel wat een verschillend smaak. Maar ja, het is perfect beide te gebruiken. Je proeft ook dat die perfect ook in Aziatische gerechten gaat werken. Je kan die gebruiken in een wokgerecht, maar ook om marinades te maken, om bijvoorbeeld tofu of groenten een tijdje in te laten marineren. Of een beetje in de soep, voor een iets specifiekere smaak en een beetje zoutige smaak ook. Dus ik zou zeggen, ja, probeer hem eens en laat me weten wat jouw ervaringen ermee zijn, hoe dat jij het gebruikt in welke gerechten. En als je nog tips hebt of zo, laat ze zeker hierbij even weten. Bye!